Nou, ondertussen is het hartstikke gezellig hier in de studio. Twee muzikanten zijn aangeschoven. En we gaan zo meteen lekker live muziek maken. Anouk Konsek, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Michiel Mulder, ook welkom. Welkom. Ja, ik moet goed zeggen, hè, want anders, maar jij was het al gewend, hè? Zeg je ja. De naam verkeerd. Het is Mulders. Mulders? Oh, oké, okay. Zeg ik het toch nog verkeerd. Jongen, jongen, jongen. Maar ja, het is live, hè. Dan mag dat, hè. To You, yes. Is het gitaar en zang. Yeah. We gaan direct beginnen met een liedje. Wat voor liedje gaan jullie zingen? Love Song. Love Song. Ik keek Rinus even aan. Klaar ervoor is, nou. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole. Whatever word I say, I will always love you. I will always love you. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am free again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am clean again. However far away, I will however long I stay, I will always love you. Whatever word I say, I will always love you. I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever word I say, I will always love you. Oh, I will always love you. Oh, I will always love you. Oh, prachtig, heel mooi. Dankjewel. Ja. To You, hoe lang zijn jullie bij elkaar? 2 jaar denk ik nu, ja, ongeveer. Ja, dat zou kunnen. Je moet even wat dichter bij de microfoon. Ja. 2 jaar en hoe hebben jullie elkaar leren kennen? We hebben elkaar ooit leren kennen met de band Skata. Dat was destijds een ska-band. Uh-huh. En Michiel is er toen bijgevraagd als gitarist.
toen is Skata eigenlijk gestopt. Toen is er, dan heb ik volgens mij 2 jaar niks gedaan. Toen heb ik een eigen band opgestart. Bliss. Bliss, ja. Ja, samen met Gian Prinsen. En toen zijn we eigenlijk muzikanten erbij gaan zoeken. En toen heb ik natuurlijk Michiel ook weer gevraagd, omdat het een goede klik was. En eigenlijk van daaruit was er heel lang een wens van mij om gewoon gitaar met zang te doen. Dat vind ik echt super cool om te doen. En toen heb ik Michiel gevraagd of hij geïnteresseerd was. Van, hey, hoe zou je dat vinden om dat samen te gaan doen? En toen had Michiel iets van, ja, leuk. Ja, doen gewoon doen. Proberen. Ja. Back to basics staat ook op jullie kaartje. Ja. Hè? Dus het is heel, jullie houden heel erg bij jezelf dan ook. Ja. Ja. En wat voor muziek? Want dat, die interesse moet natuurlijk ook samen zijn. Ja. Eigen nummers of covers? Nee, vooral covers. Maar we proberen wel een beetje een eigen draai eraan te geven. En ik, voor mij is het vooral heel belangrijk dat nummers zijn die ik echt kan voelen. Mm-hmm. En dat geldt ook een beetje voor jou, Michiel. Zo van, we luisteren naar een nummer en dan gaan we kijken van, ja, hoe voelt het? Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Het moet een beetje vanuit hart komen. Muziek is emotie, hè? Ja. Ja, dus ja, goed, dat moet je inderdaad ook zo brengen. Wat zijn jullie wensen qua optredens? Wat wij zelf heel erg leuk vinden en ook ervaren hebben, is dat langer dan een half uur niet meer leuk is. Want het is allemaal heel rustig en het is eigenlijk echt luistermuziek. Dus als je dat langer als een half uur gaat doen, dan... Ja, mensen houden dat ook niet vol, hè. Niet dat het lelijk is, maar je houdt het gewoon niet vol, omdat het dan te veel vraagt van je concentratie. En we hebben gemerkt als we een half uur doen, dat mensen dat echt heel erg leuk vinden. En wat heel erg mooi is bij ceremonies of 1 of 2 nummers. Vaak ook hebben we dat gedaan bij een viering of een bruiloft of nou, noem maar op, dat soort dingen. En dan doe je 1 of 2 liedjes en dat is ook altijd heel erg leuk om te doen. Ja. Ik weet niet of Michiel nog wat heeft toe te voegen. Ik vind het Nee, wel. Ja, ja, je bent er prima. Ja. Maar jullie hebben wel een eigen nummer. Heb je ook meegenomen? Ja, maar dat eigen nummer is dus niet van To You. Oh, dat is van... Dat heb ik wel samengemaakt met René Ubachs. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een eigen nummer. René heeft mij volgens mij vorig jaar of zo benaderd. En die heeft mij toen een melodietje opgestuurd. En gezegd van, goh, volgens mij kun je hier best een tekst en koor en melodie op bedenken. En ik had het eigenlijk nooit gedaan. Dus ik dacht van, nee, dat kan ik helemaal niet. Dus ik zou eigenlijk niet weten hoe ik dat moet doen. En uiteindelijk ben ik gewoon begonnen. Heb ik tekst geschreven, melodie, alle koortjes bedacht en ingezongen. Dus het stond ook al heel lang op mijn wensenlijstje om te doen. Dus het is wel heel tof. Dus, Je wat kunnen afstrepen van je bucketlist. Ja, het is wel heel tof om een keer te doen. Dus ik hoop... Ja, wil je het niet nog een keer? Nee, jawel. Ja. We hebben nu wel de smaak te pakken. We willen het nu wel natuurlijk meer van gaan maken. Ja, zeker. Ja. En is er dan ook een wens naar een album toe? Ja, die is er nu wel. Ja. Dat kriebelt natuurlijk. Dat kriebelt, ja. En ik heb voor... Ja, ik moest heel lang nadenken over de naam. Want ik wilde natuurlijk liefst gewoon als Anouk. Maar Anouk is er al, hè? Dus heb ik er maar A-N-C van gemaakt. Anouk Konsten. Ik denk, die bestaat volgens mij nog niet. Nee, dus, ik heb niet van gehoord. Dus, nee, bij deze. Dus dat nummer is eigenlijk van N.C. N.C. Daar gaan we nou even naar luisteren. Ja. Kan je de tekst een beetje uitleggen? Ja, ik heb... De tekst is eigenlijk gebaseerd op eigenliefde. Dat iedereen de weg naar eigenliefde mag vinden. Mm-hmm. En dat het ook in iedereen zit, maar dat sommige mensen er bang voor zijn. En eigenlijk gaat het liedje erover, like a star in the night. Het gaat er eigenlijk over dat je weer probeert bij jezelf te komen. En dat je dan weer kunt schitteren. Ja, wij gaan luisteren. Ik ben heel benieuwd. Stars above, there you find.
Prachtig nummer is dat. Dankjewel. Mooi die koortjes allemaal. Die heb je ook allemaal zelf gedaan. Ja, ja. Ja. Ja, daar was ik eigenlijk zelf het meest verbaasd over. Tot ik dat gewoon kon bedenken. Eigenlijk ging het zo. Ik lag dan s'avonds in bed en dacht, oh, dan ga ik dat zo doen en zo. En dan stond ik op. En ik ben echt old school, dus ik ben helemaal niet technisch. Dus ik had mijn iPadje en mijn telefoon. En dan deed ik op de telefoon inzingen. En dan stuurde ik dat door naar de iPad. En dan speelde ik daar de eerste laag op af. En toen heb ik dat heet het laag over laag. Ja. Het kraakte op een gegeven moment aan alle kanten. Maar zo was ik dat iedere keer allemaal aan het bedenken. En dan was ik echt helemaal zo van, oh, wat leuk dat er kan. Ja, het klinkt heel ingewikkeld inderdaad. Die koortjes zo, die arrangementen. Dus ja. Ik denk dat je dan eenmaal dan doorgaat en je krijgt dat te pakken, dat heel mooi is. Ja, ja, dus het was voor mezelf ook een hele leuke verrassing. Ja. Ja. En verder dan met To You. Ja. Schrijf jij ook teksten? Ook. Ik doe alleen het muzikale. Ja, maar je zet dan wel de arrangementen van de muziek in elkaar. Ja. Ja. En heb jij, wat wil jij bereiken in de muziek? Gewoon een hobby of toch wat door, wat meer? Mijn werk is gitaarles geven. En eigenlijk alles wat met gitaar te maken heeft, wat ik leuk vind, doe ik. Ja. En ik zie wel wat eruit komt. Ja, het is gewoon op je gevoel. Ja. Ja, als ik dingen leuk vind, doe ik het. Ja. Vind ik het niet leuk, doe ik het niet. Ja. Dus dan zijn jullie heel samen en dan qua muziek. Wat voor een soort muziek is het? Is het een beetje uitgebreid? Je zegt het is wel rustige muziek, mm-hmm. maar de covers dan ook? Ja. Van wie coveren jullie allemaal? We hebben een aantal nummers van Adele, geloof ik, hè? En van Amy Winehouse. Zit er tussen Eva Cassidy. En even spieken. Ja, eigenlijk van alles. Van alles wat. Ja. Ja. Dus eigenlijk wat in het gehoor klinkt, het is niet een bepaald genre wat uitkomt. Net wat goed is, dat nemen jullie. En jullie coveren het niet helemaal op de manier zoals het is, maar wel in jullie eigen stijl. Ja, mm-hmm. Ik denk zo simpel mogelijk. Ja. Ja. Ja, we hebben soms ook wel een nummer zo bijvoorbeeld van Adele. Even kijken, niet te low, even denken welke is. Don't You Remember? Als je dat het origineel hoort, dan zit er best veel bij qua muziekinstrumenten. Ja. En koor en weet ik wat allemaal. En dan vind ik wel een hele uitdaging om dat alleen maar de gitaar te gaan doen. Ja, precies. Want het is basic, hè? Dus je hebt de gitaar en zang en that's it. That's it dan, ja. Is het niet moeilijk om dat terug te arrangeren naar zo'n basis? Het is gewoon een kwestie denk ik, van doen, repeteren en dan gaan we dat gewoon doen. En Michiel die zoekt dan uit van hoe ga ik dat terugbrengen naar alleen gitaar. En dat doet hij gewoon heel erg goed. Dus daar heb ik heel veel geluk mee. Ja. Maar niet ieder nummer is geschikt. Nee. Daar komen we ook vaak achter. Dan spelen we het en dan voelt het toch ergens dat we denken... Ja, dat is het net niet dan. Net niet. Nee. Dus het blijft de zoektocht. Ja, dus het blijft een uitdaging dan ook. Ja. Ja, zeker. Mm. Wat zou de grootste uitdaging zijn? Ik denk dat wij ook wel op zoek zijn een keer naar een eigen nummer schrijven. Dat zou ook wel heel leuk zouden vinden. Ja, ik denk dat wel uiteindelijk het doel is.
of de weg ernaartoe. Ja. Ja, toch langzamerhand een beetje pikken uit alle nummers, het gevoel. Ja. En daar iets moois uit laten ja, komen. Ja, ons eigen ding daarin vinden. Ja. En dan maken. Ja. Ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat worden in de toekomst. Wij ook. Ja. Ja, als een eigen nummer is, dan komen jullie gewoon wat terug. Ja, leuk. Ja. En wat gaan jullie nu zingen? We gaan al afsluiting. Imagine. Mooi. Wel een moment hoor. Dankjewel. Ja, prachtig. Ik ga jullie heel erg bedanken voor de komst naar de studio. Jullie ook bedankt. En, kom terug, zo gaan we het. Ja, ik vind het prachtig. En, dank je. Mensen mogen erop reageren natuurlijk. En, hebben jullie een website? Nee, we hebben wel Facebook met To You. Ja. Dat heet ook gewoon To You. Dus, To You nou, dat moet makkelijk op te zoeken zijn. En anders is dat nog wel via mij te vinden, via Andu Consul. Er zit altijd wel een linkje naar. Naar alle dingen die ik doe. Altijd te herleiden. Precies.
Nou, ja. Dankjewel. Imagine, mooie afsluiting. Dankjewel. Voor het interview. Ik ga Rinus even aankijken of hij Kim Wild wil opzetten met You Came.